iedereen, ik ben Xander de Rijke. Ik ben Fokke van der Meulen. Ja, de meentjes is mijn naam. En welkom bij deel 2 van Opa speelt een spel met Ja, de meentjes. De muzikale Ja, de meentjes. Je hebt er zin in. Ja, ik heb er wel zin in. Het is met diertjes. Het is met diertjes. Dus we zijn begonnen onder het motto, het zijn meisjesspellen. Maar meisjesspellen kunnen heel veel spellen zijn. Ja. En we zijn langzaamaan in de beestjes terechtgekomen. Ja, via de Bretts. Via Bretts zijn we bij dogs. En nu zijn we... En bij dogs zijn we licht in depressie geraakt. Zo, dode hond. Ja. Dus we zoeken nu positieve dierenspellen voor Jade. En we gaan iets vooruit in de tijd ook. Ja, we gaan naar PlayStation 4. Dus als de graphics nu slecht zijn, hebben ze geen excuus. Ik weet niet of het iets gaat zijn, maar speciaal voor Jade en haar liefde voor bijen heb ik Bee Simulator gevonden. Ik weet niet of het leuk gaat zijn of grappig. Flight Simulator, maar dan met bijen. Ik voel echt zo kriebeltjes in mijn buik daarvoor. En we hebben zelfs een champagnekleurig bakje daarvoor. Hey. Sommige mensen zullen roze zeggen, maar... Maar zo zijn wij niet. Alsjeblieft, Jade. De bij is volledig van u. Enter your bee name. Ja. Bee Squid, dat vind ik toch al goed. Ik heb nog nooit een naam voor een bij moeten verzinnen, eigenlijk. Maya. Maya is vaak de bij, hè? Is Maya vaak de bij? Vaak is Maya de bij. Pukkie de bij? Pukkie de bij. Ja. Alright. Wel dan. Oh, maar die is dichtbij ineens. R2. Was die dichtbij? Ah, dat is naar achter en naar boven. Oh, oké. Okay. Maar was die bij, Fokke? Heel dichtbij. Ik denk dat je je ander knuppeltje moet gebruiken. Ja, voor je bij af te keren. Ja. Je moet je andere knuppeltje. Anders is je bij is altijd maar zijdelings aan het vliegen. Ja, voilà. Oh, ja. Ah, je moet gewoon... Oh. Ja, wel dan. Oeh. Oh, bij. Je bent gecrashed. Gecrashed erbij. Het was spijtig dat je de bij niet kunt aankleden. We willen erbij een gek mutje aan doen. De kleerkast. Ja. Ik krijg zo wel zin in een meliewafel als je zo vaak naar die beehive gaat. Als jij hem bij ziet, krijg je zin in een meliewafel. Ja. Mag ik ook eens vliegen? Oh, auw. Als jij een sterren vliegt, dan... Ja. Oh, allee. Wat doe ik? Die had pijn. Ga je hem redden? Hopla. Als een trein, jongens. Ik ben er. L1. Ja, ik weet ook niet waarom dat de twee knoppen zijn voor te starten, terwijl je een startknop hebt. Ja. Ze wandelt trager dan als ze vooruit gaat. Haar beentjes zijn traag. Hij moet op dat bord kijken. Ah, de klinieknaam. Ja. Dierenhuisje. Dierenhuisje? Is het een dierenhuisje? Very good. What a fantastic name, Jezus. Dat zegt hij altijd, hoor. Dat is niet vanwege jou. Als je daar pipi kaka, dat had ze ook gezegd van een fantastisch game. Oh. Oh. Leuk. Je bent nu gewoon een hond aan het aaien. Dat is niet je dierenartsen werken, ja. Dat is niet genezen met de strelen. Nee, je bent nu heel veel liefde aan het geven en dat zie je. Nee, dat is mooi. Ik wil maar we willen weten wat er aan de hand is. Even wat vertrouwen winnen, hè. Ah ja, natuurlijk. Beestje. Zo doe je dat met mensen. Dat is al bang genoeg. Oh, die geeft mij een kus. Nee, hij probeert je hand te bijten, volgens mij, hoor. Oh. Moet je niet kijken wat er met zijn poot aan de hand is. Hoe gaan we dat nu doen? Ja. Nou, is het... Oh, ik dacht even... Oké, het is een staart. Even een beetje staart, aaien jongens. Het is een staart. Geen vuile gedachten. Het is een staart. Ja, dat heeft niet zoveel tijd met dat beest te streelen. Ja. Dat is geen tijdverlies. Je zou 2 patiënten per dag moeten doen. Start treatment. Er zijn andere patiënten. Die hond is aan het sterven van gangreen. En jij bent hier zo aan het aaien. Hier. Doe er een tampon op. Ontsmetten, hè. Of een marshmallow. Ja, je wrijft een marshmallow tegen een wond. Heb je dat ook niet gezien? Ja, dat is zo. Zo gaat dat. Is dat... Godverdikke. Goh. Die kat is ook in de war. Ik ken geen enkele kat die zich zomaar laat strelen door op het. Kijk hoe blij die is. Oh, die geeft ook kusjes. Kom, poesje, we gaan je beter maken. Oh! Ik vind dit heel eerlijk een super nice spel. Ja? Zou je dat thuis ook spelen? Ja. Echt?
Ah, oh, een beetje te veel. Mag ik een keer? Ik wil ja, daar kliniek even overpakken. Maar lief afgelopen. Doen hè, tegen de patiënt. Ja. Kun je een hond? Inslapen, dat weet ik niet. In de anus. Ik zal hier al een keer controleren of er iets is. Hij vindt het wel leuk. Ja, we vinden het prima. Voilà, hier is Coco. Oh, zie je nu wat een mooie. Dat is wel een mooie. Oh. Nu moet je echt petten op de calm down. Nu is het nuttig dat je die niet... Daar zou ik meer angstig van worden. Nee, je moet die echt, ja. Ja, voilà, zie. Oh, hij komt tot rust. Oh, je moet luisteren naar zijn hartje. Luisteren naar de anus. Zie hoe lang dat die stethoscoop ook is. Zie, langs de stethoscoop al het heel roer. Oh, en nu achter. Even luisteren. Het ziet er heel raar uit. Even luisteren of de stoel al goed gaat. Zeg allee, wat die dan hier voor kleutertuin? Nou ja, we zijn een kattenkutspel aan het doen. Maar de tijd bijna op, doe op zijn hartje. Nee, de tijd gaat gewoon vooruit, zoals in het echte leven. Je moet het dingen vinden. Wie is die te blije gast die erachter staat? Nee, ik doe ook mee. Maar dat is dus een tv-programma. Ja. Het zijn Bibi en Tina, op Amadeus en Sabrina. Ik vind dat paarden heel erg stinken, maar... Ja. Dat is nou het voordeel van dit spel, die stinken niet echt. Alle boerderijdieren stinken ik vind beetje. Ze vooral lekker. Ik heet ze al graag in de horsehouse in Wilvoorde. Heb je nog nooit paard gegeten? Dat doen we een keer. Dat vroeger wel een meisje. Want daar lopen dan drie paarden binnen, maar kiezen welk paard je op hebt. Dat stijt die schel eraf. Ja. Gooit die levend in het kokend water en dan als die roze is, dan is die gaar. Er zat vroeger een meisje bij mij in de klas en die reed paard. En die haar lievelingseten was paardenvlees. Dat kan toch niet? My Little Pony. Nee, My Little Pony zou dat ook. My Little Riding Champion. The stable normally holds up to 6 if you want. Great. Godverdomme. Oorlog en vrede hier. We gaan 3 uur babbelen. Nee, ik wil gewoon ik wil op een paard zitten. Waar is dit nu? Waar is het paard? Waar is mijn paard? Ik wil mijn paard. Ik loop van het ene vuurtje naar het andere vuurtje. Give yours a name. Beschimmeld? Nee. Ja, te laat. Doe dan beschuitje. Ik heb een goede tijd nu. Ik voel me een beetje sterven binnenin terwijl ik je naar kijk. Oh. Allee! Hopsa. Ja. Er zit niks in, dat maakt niet uit. Je moest daar tussendoor. Jongen, ja, als het te springen. Ja, jij kent niets van paardenressuur, dat is duidelijk. Ik weet dat het paard van Sinterklaas zit, toch? Ja, dat zie je bij de door. Slecht weer vandaag. En dit is beschuitje. Snok. Oei, al die stokken weg. En dan wordt er gewoon volledig naast ook. Ja. Ik heb nog niet zo'n slecht bestuurbaar paard gezien in heel mijn leven. Van alle bestuurbare paarden. Ik heb nog paard gereden. Is beschuitje ver uit het slechtste. Ik heb paard gereden op de bosklasse. Heb jij ooit op een paard gezeten? Ja, zeker wel. Oh, ik ook al op bosklasse. Ja. Ik moest dan op zo'n groot... Iedereen mocht op die pony, maar ik was nogal een zwaar kind. Ik had een dikke paard. Een dikker paard nodig, ja. Dat is voor jou. Ik moest op zo'n gewoon paard. Oh. Maar dat was eigenlijk cool. Waren dan de andere kinderen niet een klein beetje jaloers? Maar alleen, jongen, kom je niemand was jaloers op mij. Fokken, ik had kroks aan. Nee, maar dat jij... Oeh, waarom had je kroks? Nou, dit is... Dat kan niet. Gewoon doorgenomen. Ik wou me dat vooruit ging. Ja, spreek jij maar een keer over. Hallo, ja. Ik ga hier... Kom, doe jij even de dinges. Echt op het ding gesprongen. Ja! Dat was goed. Ga jij eens proberen? Ik zal eentje proberen. 2, 1. Niet te hard! Fucking loopt er gewoon door. Zie je? Ik ga het ervoor, jongens. Kun je achterwaarts in dat ding wandelen? Ja. Oh nee, ik ga er niet door. Ik ga zijwaarts. Oh. Wel Jade, wat is de betere van de games? Ik denk dat het dierenartsenspel uw hart gestolen heeft. Ik kan het zeggen, dat was het leukste.
Petkliniek Cats and Dogs. Het probleem is dat jij gewoon als dierenarts niet super ver zou geraken, want jij blijft die de hele tijd maar aaien. Dat is niet waar. Ik stel het dier op zijn gemak. Ah, ja. Iedereen krijgt bij mij een VIP-behandeling. Dat is heel mooi. Je bent een mooie, mooie vrouw van binnen. Van buiten ook, hoor. Maar. En bij nader inzien, ik was wat teleurgesteld over die fluit, maar dat was ook wel een spel waar variatie in zat, hè, Barbie? Ja. Ja, is waar. Ja, ja. Ik had niet gedacht dat Barbie zo klaar was voor fluiten. Ja. Dat zou ik wel. Ik denk dat de clue van deze afleveringen waren dat... Fokker en ik overal duisternis en vulgariteiten vindt en Jade altijd de schoonheid blijft zien in die games. Ja, en dat siert je. Dat siert. Misschien moeten we zo eens een super agressief spel spelen en dan... Oh, zo leuk! Ja. Oh, die zien elkaar graag. Nee, die zijn wel vechten. Ja, dit is grappling. Wel, dit was Opa speelt een spel. Ik was Xander de Rijke. Ik ben Fokker van der Meulen. En ik ben Bibi Bloksberg van Tina. Wie ben je nou eigenlijk echt? Ik wil Jade Mintjes. Tot de volgende keer.